Registratieplicht vormt bedreiging voor kringloopwinkels. Inwonerswuurt halen Route Vierdaagse definitief naar het dorp. En bijzondere Eredivisie NEC maakt zich klaar voor wedstrijd. De overheid is van plan om een registratieplicht in te voeren voor kringloopwinkels. Zij zouden dan alle spullen moeten registreren die daar binnenkomen. Ook de personen die deze komen brengen moeten worden geregistreerd. Dit zou heling en witwassen moeten voorkomen. De kringloopwinkel Er zit allicht wel bijwa in Ewijk ziet de registratieplicht niet zitten. Ze vrezen voor het voortbestaan van de kringloopwinkels. Wij zijn een drukke kringloopwinkel. We zitten in een oud schoolgebouw. Daar komen ongeveer 200 betalende klanten. Als we open zijn per dag, wij zijn alleen dinsdags, donderdags en zaterdags open. En er worden enorm veel spullen binnengebracht. Ongeveer 8-9 containers van die rode containers vol. Ja. En niet heel lang geleden hebben jullie ook te horen gekregen dat er een registratieplicht werd ingesteld. Hoe zijn jullie tot die informatie gekomen en wat was jullie reactie daarop? Nou, dat hebben wij van de week op RTL Nieuws gezien. De meeste winkels zeggen dat is onmogelijk dat we dat kunnen, want dan zouden we ongeveer 40 administrateurs erbij hebben om de namen en adres op te schrijven en wat ze binnenbrengen. Dat is echt onmogelijk, dat kan helemaal niet. Dan moeten we overal de adres, persoonopgevens opgeven en wat ze inleveren. Ja, dat is gewoon onmogelijk. Het kan gewoon niet. Nu zijn kringloopwinkels ook best wel populair geworden. Veel mensen halen tweedehands spullen. Ook in het kader van de recycling. Ja, nee, maar het is heel belangrijk het milieu. Want wij doen echt heel veel goed werk. Ja, maar volgens mij begrijpen ze het daar in Den Haag niet. Maar dat begrijpen ze wel meer niet. Maar dit is echt een idee van iemand, het zal wel een ambtenaar zijn, denk ik. Want het is onbehoorlijk dat ze hier op zo'n idee komen. Hoe gaan jullie nou verder? Ja, wij wachten af tot we een bericht krijgen dat we moeten gaan noteren. Nou, en dan zetten we gewoon een stop erop. En dan proberen we de spullen kwijt te raken. En dan gaat het gebouw terug naar de gemeente. En dan hebben we meer vrije tijd. Hè? Ja, de registratieplicht is geen harde wet, maar een hulpmiddel voor gemeenten. Zij mogen zelf kiezen of en hoe zij de winkels hierop willen gaan controleren. De gemeente Beuningen was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie. En dan de route van de Vierdaagse gaat voortaan definitief door de pastoor van de Marktstraat in Weurt-Noord. Dat hebben de gemeente Beuningen en Henny Sakkers, de marsleider van de wandeltocht, donderdag bekendgemaakt. In 2015 was er noodgedwongen een omleiding via Weurt-Noord. En vorig jaar vond er een succesvolle pilot plaats. De deelnemers aan de 105e Vierdaagse krijgen deze zomer dus wederom een bijzondere doortocht door Weurt. Nou, we zijn vorige week met een smoesje eigenlijk naar het gemeentehuis gelokt voor een evaluatie van de pilot die vorig jaar heeft plaatsgevonden. En tot onze verrassing troffen we daar onder andere Henny Sakkers aan, de marsleider van de Vierdaagse, en de wethouders met een groep mensen en een mooie grote taart. En daar werd officieel bekendgemaakt dat definitief deze Weurtse lus toegevoegd werd aan de route op de tweede dag van de Vierdaagse. In 2015 was er al een eenmalige doortocht door Oud-Weurt. De lopers en de bevolking waren hier al heel enthousiast over. Qua organisatie is het natuurlijk veel gemakkelijker om vlakbij huizen. En mensen kunnen thuis, kunnen familie ontvangen en in hun eigen tuin de wandelaars toezwaaien. 350 meter verder lopen, dat moet worden gecompenseerd. Het was voor de wandelaars een 300-350 meter verder. Daarom heet het ook de lus van Weurt. Maar vorig jaar heeft men aan de andere kant van het kanaal een routecorrectie door moeten voeren om andere redenen waardoor dit gecompenseerd kon worden. En de Vierdaagse organisatie het kon toewijzen. Naast dat het attractiever is voor de lopers en bevolking, is het ook verkeerstechnisch een verbetering. Verkeerstechnisch is het dorp ook beter bereikbaar. En we hebben nu maar een kwart van de rotonde nodig hier bij het Maas-Waalkanaal. Waardoor ook de weg langs het kanaal beschikbaar blijft. Er was volop medewerking van de gemeente.
Die hebben daar varkensruggen, verplaatsbare varkensruggen aangebracht. Dat is ook een kostbare aangelegenheid ook. En de middenberm verlaagd en vaste bloembakken die er stonden gewijzigd in verplaatsbare bloembakken. Het was in 2015 een feestje, het was vorig jaar een feestje. Dus we gaan ervan uit dat het ook dit jaar weer een feestje wordt. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Ja, dit weekend gaat de zomertijd weer in. Maar hoe zit dat nou ook alweer met die klok? Ja, dan kijken we even naar de sociale media. Het Ronald McDonald Huis in Nijmegen kreeg hoog bezoek van prinsen en prinsessen van de carnavalsvereniging De Spoorspeakers. Jeugdprinses Jelin heeft tijdens carnaval namelijk een speciale plaatjesactie op touw gezet om geld op te halen voor het huis. Ze kwamen deze week de cheque overhandigen van €750. Een Hortus Nijmegen laat op Facebook weten dat het nieuwe seizoen op zaterdag 1 april start en de Hortus dan dus weer open is voor publiek. Dat willen ze niet zomaar voorbij laten gaan. Zo wordt het een middag vol zang, muziek en andere activiteiten. De toegang is gratis. En de gemeente Druten deelt via Instagram dat de nieuwe burgemeester Sigrid Sengers op donderdag 30 maart officieel geïnstalleerd wordt. Inwoners van Druten zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Er wordt wel verzocht om dat even vooraf bij de gemeente te melden. Ja, en dan sport. Nou ja, dit weekend is NEC vrij in verband met de interlandperiode. Maar toch is er iets bijzonders te doen bij NEC dit weekend. Want sinds 3 jaar heeft NEC namelijk een team dat meedoet aan de bijzondere eredivisie. Een team van spelers die een handicap hebben, maar dolgraag willen voetballen. Bij NEC krijgen ze een kans om in de mooie driekleur te spelen. Zondag spelen ze een thuiswedstrijd tegen andere clubs uit de eredivisie. We hebben hier zondag de speeldag van onze bijzondere eredivisie. Dus eigenlijk kinderen tussen de 10 en 20 jaar, 25 jaar die met een beperking die hier komen voetballen. Ja, we hebben nu 3 jaar de bijzondere eredivisie en we zijn dit jaar ook gestart met de Special Champions League. Dus we zijn ook de Champions League gaan spelen dit jaar in Lissabon. En voor de rest spelen zij eredivisie gedurende het jaar zowel tegen de Heerenveen, Cambuur, Emmen. En die komen zondag ook hierheen. En we spelen daar ook gedurende het jaar, komen we daar ook op het complex. Nou is natuurlijk bij de bijzondere eredivisie misschien wel het meedoen en plezier belangrijk, maar hoe goed zijn ze eigenlijk? Nou, als je zo kijkt, ook terugkijkt naar Lissabon, dan zijn we eigenlijk wel hartstikke goed en dan winnen we ook veel wedstrijden. Alleen is het winnen staat daar niet bij echt centraal. Het gaat echt om het plezier met het voetballen met elkaar en de sportiviteit daarbij. Dus winnen is een onderdeel voor de spelers, maar niet de essentie van zo'n speeldag. Nou, mochten jullie tijd hebben, zondag om 11 uur hier op de Eendracht bij NEC komt de bijzondere eredivisie van ons in actie. En ze hebben alle support nodig om hier een topdag van te maken. Ja, en dan tot slot. Dit weekend gaat de zomertijd weer in. Betekent dus dat de nacht van zaterdag op zondag 1 uurtje korter is. Want ging die tijd nou vooruit of juist achteruit? En als we de klok dan toch verzetten, waar komt die dan te staan? Gaat u zondag de klok verzetten? Is zondag al, ja, het lijkt me wel, hè, het eind van de maand maart. Dan de ene klok laat ik verzetten, want die staat te hoog. Ik ook. Zondag? Ik heb geen idee. Als dat moet, dan moet het. Ja, want het is alweer tijd voor zomer. Nou, dan gaan we dat zeker doen. Het is de zomertijd. Fijn, daar houden we van. Ja, het zal wel moeten. Ja, dat klopt. Dat gaat automatisch. Zondag, ja. Ja, zeker weten. Waarom niet? Ja? Jawel. Is dat nou al? Ja, het is nu al tijd voor zomertijd. Oké, okay, nou ja, lekker. Ja. Nee, ja, dan ga ik het wel doen, ja. Vinden jullie het eigenlijk nog wel nodig om 2 soorten tijden te hanteren? Ik niet, ik vind het gewoon belachelijk. Oh, waarom dan? Ja, wat heb ik voor zin? Ja, dat vind ik ook, ja. 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 Ja, maar lekker zomertijd, heerlijk. Nou, ik vind dit veel fijner. Maar, wat bedoelt u met dit, de wintertijd? Het, zoals het hoort. En ik merk ook aan de dieren dat ze dan weer veranderen. Maar wat vermerkt u dan aan de dieren? Nou, met eten. Ja, echt waar. Echt waar. Ze zijn heel slim. Het is wel nodig. Vertel waarom. Energie, meer sparen. Nee, ja, ik vind het niet nodig. Ik vind het een beetje onzin eigenlijk. Ja. Waarom vindt u het onzin? Ja, omdat die in de winter ook weer teruggezet wordt. Dan kunnen we net zo goed gewoon 1 tijd aanhouden, toch? Ik vind het een gedoe. Ik heb er elke keer last van. Vertel, waar heeft u last van? Van de tijd verzetten. Vindt u het nog nodig dat die verzet wordt? Nee, ik vind het niet nodig. Oh, waarom niet? Nee, dat is een hectiek. Vooral vroeger met mijn werk was dat heel erg. Want ik werkte op de Radboud bij babytjes. Nou, die hebben die in die combinatie niet van eventjes wat langer slapen of eventjes wat korter.
Ja, na de pittige buien die vandaag over de regio trokken, wordt het vanavond weer wat rustiger. Maar lang duurt dat niet. Morgen trekken er weer opnieuw pittige buien over het land heen. Tussendoor kan de zon zich ook wel eventjes laten zien. En er staat een stevige wind. De temperatuur morgen komt uit op een graad of 12. Dagen erna verandert er maar weinig. Zondag hebben we ook met de nodige regen te maken. Ook op maandag blijft het buiig. Er kunnen dan wel wat winterse exemplaren tussen zitten. De temperatuur doet nog een stapje terug met 8 graden overdag. En op maandag zelfs weer wat vorst in de nacht. Ja, en dit was hem dan weer. Het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je weer kijken naar een nieuwe NEC-update. Met daarin de verwarring die Ivan Marquez zaait met een foto. En vergeet het weekend niet dus om de klok ook een uurtje vooruit te zetten. Een heel fijn weekend en tot volgende week.